Wat er vrouw hier wie dat er wien wie op Dieselmar en dat er dus al hier reefjes zet waren. Want de man kwam aan het veld al hier op uit de haven hier en dan is het wien stil. Maar ja, dan kom je op Dieselmar en dan maakt er al hier een reefje bij. En al hier squatten ze en dienen ze om die reef erbij te zetten. En het wie eigenlijk ja, gemiddeld een winkraat vijf is, maar in de Lemster baai weet je silicon. Nou ja, dan krijg je het aspect van de starten. Hè. Deze start ging net erop, want er wien daar onderin ik al een soort die te petit wien. Nou, deze start ging net erop beide keren. Wie trouwens de Lemmer vrij betiet over de start. En daar hinder dan een probleem. En naar deze start ging ik net terug. Daar hoef ik net door te praten. Naar deze start ging al terug. En dan kon je Sjen naar een route daar. Die twee keer naar de Polderdijk. En dan weer waarom naar het strand. En dan weer waarom naar de Polderdijk. En dat wie alles wat het wie. Nou ja, Lemmer wie op een ei. Die Sjoem hier in beeld. Wette petit. Die moesten weer waarom. Dat dienen ze pas heel let. Dus die kwam wat achter in het veld te lonen. En de rest van het veld, ja, die gaat mooi los. Zelfs had je hier naar. Sjoggen. Maar Jereveen zit in het midden en die snijdt onmiddellijk naar boven. Dan komt de Grauw achterom. Jo, ken we daar wel boven komen? Nee, daar kan ze net eerlijk boven komen. Nou, dit is het beeld vanuit de camera die bij de Boppers de Tonnen zit. En dan komen we bij de Polderdijk. Ja, en daar leidt Ljouwert. En daar leidt de hele mannen. En dan mat dus Jereveen omliek. Want die mat draaien, dat ken net oors. Want hij kende net van langs. En hij mij net van de oren vregen dat ze weer draaien. Nou, die man ging sa op de Tonnen. Even goed verregen horen, die man komen sa op de Tonnen aan. De Tonnen, dat leidt net in eens Safir voort. Show hem nog even, want Snits moest direct draaien, Zuidwest ook moest direct draaien. Dus Grauw komt op bakboord en dan moet Jouwere draaien. De Jouwere draait om de letterkant. Dan komt wat zijn, die kent dat pas ik draai. En die raast naar Jereveen. Jongens, 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 je maakt erbij, want dit komt net goed. Jereveen hier dan natuurlijk nooit van langs mochten. Als je dat zou in deze situatie zien. Nou, wat zijn bovenop Jereveen, daar zit Ljouwert dan weer. Daar zie je de Zuidwest ook achter. Daar komt de Zuidwest ook ertussen door. Die gaat nou 4 centimeter achter. Het helmhout van Thierry de Brouwer los. En dan komt Grauw en die komt Derek Oerhinnen. Nou, dat is de hulle situatie, staat hij aan het zitten. Nog een keer vanuit de loft. Jereveen dus, die komt door stuurboord en die rekt helemaal op wat zijn. Dan keert Jouwere er nog tussen. Hoe het mogelijk is, weten we ik net. En dan keert Ljouwert onder los en dan zit de Zuidwest ook in de wat zijn helemaal kniep. En dan komt Grauw en die keert nog achter Jereveen los en die keert Derek Oerhinnen. En dan komt daarachteraan nog Snits, die toch even bovenop wat zijn komt. Ja, die ken ik net meer. En kant uit die lijn, dan hoe één keer verdwaald tussen al die oren skippen. Nou, zo'n soort situatie wie het vermidden hier op de Lemmer. En dan is het windkracht 4. Nou, dan gebeurt er nogal het in een oor. En er moest wat treun worden en dien worden. Maar dan kon iedereen weer voortgaan als je zorgt dat Jenne Water dan ik nog een keer omheen komt. Het is wel een mooi gezicht trouwens. Hier. Al die skippen die varen hier omheen. En het is heel drok bij deze situatie. En het is eigenlijk veel te drok bij de Tonnen als je maar ingeslacht. Ja. Nou, dan gaan we van de wien en dan showen we al die protestvlaggen er hingen. Stik of zo'n 8, 9 binnen dan. Maar er zal nog zelfs een peer bij komen. Want we beginnen op de Tonnen aan. Jouwere die wil omheug. Die wil Jereveen wil omheug gaan. Dan gaat Lodewijk Meter omheug. Dus even zien hoe vier kunnen we komen. En iedereen is short, maar wel is ik. We kunnen komen. Maar Drachten is de baas. Drachten komt er van ons. En die krijgt Grauw achter hem aan. Die twee ben eigenlijk wel los. Maar de rest van het verhaal. Ja, die zitten we meedogenloos al hier op het koor. Zit Ljouwert ertussen. Dat zit wat zijn we tussen. Nou, maar dit is dus de Griebers. Zat hij bij die Tonnen. Onderste lege Tonnen is bij de dijk. Meestal had hij een prachtig verhaaltje van Hoorn. En je sjoggen zijn nog dan situaties dat de Skip en ik heel bot zin in het koor zitten. Zat Jereveen hier dus zin de Ljouwert ontzetten had. En die razoeren werd. En die protestvlangen die het hing. Toen rapen ze ik nog zin in het koor bij protesteren werd. Nou, dan gingen we weer om in het kruisraak. En dan ben deze man ineens de winnaar nog steeds, Albert Visser. Die komt voorop. En de man die de diek slag hier, die win al hier baasje. Daar komt Drachten, daar komt Grauw achteraan, daar komt Jouwer achteraan. En daar komt de Zuidwest ook achteraan. Dit is Grauw, die komt de stwadden om Tonnen. En die man hier de prima slag. Dat wie ik eigenlijk de eerste die er zo'n beetje in ziet. Want de rest van het veld kwam volle meer naar achteren. En toen kwamen er wat meer tekeningen in de strijd. Nou, dan gingen we de Griebers, ik word duidelijk hoor. En die C van protestvlagen, ja, dat zullen we jong verder worden. Zelf. Jouwere komt eronder, had ik een protestvlaar, er komt Zuidwest ook achterom. En dan komt pas de rest van het verhaal. En het zijn schitterende beelden hier in de baai van Lemmer. Werd het mooi waar wie om naar te schennen, werd het zuur spietig weer dat die skippers sabbatiet te volle starten in. Want dan kan je dat net meer zien. Nou, eens even zien. Wat gebeurt hier? Jenne Wart komt om het Tonnen en dan komt het hulle field erachterom. Nou,
En dan is grauw ineens voorop. Grauw die het drachten verslijn in een rekje. Of eigenlijk gewoon op de toon omheug gehoord en zei van jik en wij beter op zielen als drachten. Niet wat de vier zielt weer. En Douwe Visser die is eerste. En Albert Visser komt daar achteraan. En dat binnen de man die voorlopig baas binnen in dit zelschap. En wil een aardig voorsprongje hier op de rest van het veld. Wat achteraan kan. Maar het weer alweer vol rijstiger worden. Er weer eigenlijk net een probleem meer. Tje, Joure komt als tred om de tonnen. En dan krijgen we de Zuidwesthoeken daarachteraan. En de man die daarachteraan komen, dat bin Bolzert. Snits kwam wat naar voren. Daar komt Jereveen ook aan. Daar zit Walsijn alweer. Nou, die skippen die zitten wat in de tweede garnituur van deze wedstrijd. Sjur, je snits om het toon achter Bolzert. En daar komt Jereveen achteraan. Nou, alweer man ziet wat te volle naar achteren in het klassement. Weer wel wat spietig verzeld op een door de reden. Want dan bloedt het net zo span. Maar het grauwe nou weer tussen komt. Ja, dan komt het al je goed. Drachten krijgt weer wat minder punt. Zo weer het al je goed. Maar ja, die protestvlag aan Hinkje. Nou, ik weet net helemaal hoe dat komt. Nou, dan maar eens even zien hoe we verder gaan naar deze prachtige beelden die je ziet. We zitten grauw nog altijd voorop. En dan komt Drachten erachteraan. En toen dacht ik bij mezelf, toen ik ze zag voorbij ging, zei die man kan wel een reefje minder gaan. Dat is eigenlijk helemaal net zo zwierbaar meer. Er kan wel een stukje reef uit. Er kan wel een hoekje zeil bij. Dan krijg je wat meer drang op een score. Dan kan je een oor eens een keer voorbij gaan. Maar ja. Zou wie het net hun dal, want de wind kwam weer. En dat zei hem Sjen, dat je hem daarachter liaalt, zo hem de vlaag die de Wals aankrijgt. En dan krijgt Huzem de volledige vlaag. Nog een keer de vlaag, en nog een keer de vlaag, en nog een keer de vlaag. En het wordt heel lang. Ik kan me net voorstellen dat ze alles achter helemaal los hangen. Zo sjoort het er een beetje uit. Maar in elk geval, het ploft alweer in de veert en hij gaat om. Nou ja, dat is dan altijd een hultere lid. Verzeld, er komt van alles bij. Nou had die man dat jeder dit seizoen ik al een keer hangen. Dus ze weten precies wat er gebeurde. Maar touwtje het voor en wij. Even voor meisje, een vers meisje, op een meers vers meisje. En dan achter op een sleeboord. En die sleeboord begint dan te loeken. En ze hamen ze in die ik weer oerijn kriegen. Maar het is even het werkje verzeld. Nou ja, Jim Silveraans van Eldert Meter. Het in en oor van Jere, hij zit hier bij de meest. Te dirigeren hoe het al hier mat. En te loeken aan de voldwaande touwtjes in het zeil weer naar beneden. Het is altijd spietig verzeld. Te meer dat je dan zorgt dat de wedstrijd gewoon trok hier. En dit is het moment dat Grauw zei van ja, nu gaan we maar even boven Drachten. Dan is het laatste eindje. En dan verdwijnt Drachten wel verder voort. En dan kunnen wij oer de finish komen. En de finish die komt mij veel lawaai van de man die het voor de tweede keer de wedstrijd wint. En dat is Douwe Visser. En ja, hoe het verder gaat mij de protesten, dat maken we maar eens even een oude wachtje. Misschien dat Simone het wil. Nee, dat weet ik net. Dus ik lees eerst nog even het klassement voor, zodat het nou nog is. Maar al je protestplaatjes ervoor. Nou, het mag duidelijk wezen. Douwe Visser wint Joet. Drachten, Twats, De Jouwe Tred, Zuidwesthoeken wordt vierde. Bolzert, vijfde. Snits, zegde het Jereveen met Pieter Brouwer, zonde. Ljouwert, achtste. De Lemmer, njogende. Woordzijn, tiende. Jennewoord, elfde. De hele mannen, tolfde. Tretjende, Langwaar. En je zegen hem al, Eldert Meter. Wiertpak, viertjende.